Helemaal. En leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Of ja, een nieuwe vlog in dit geval. Het is nu 7:10 s'avonds. Ik heb de hele dag nog niet gevlogd. Ik zal even een lamp aan doen. Een wat grotere lamp. Dat is beter, denk ik. Ik weet niet of ik oververlicht ben. Erik, als je daar toch bent, neem wat olijfjes mee. Nee, dat valt wel mee. Ik ben nu dus lekker in mijn eentje thuis. Mijn ouders zijn naar een verjaardag. Ik ga ze lekker film kijken. En ik heb de hele dag nog niet gevlogd. Omdat ik 1. Het super druk had. 2. Mijn hele kamer verbouwd. Dat laat ik binnenkort wel zien. Of misschien hebben jullie mijn Twitter gezien. Dan weten jullie het al. Ja. Er zijn gisteren en eergisteren ook geen nieuwe video's online gekomen. Omdat mijn editprogramma heel raar doet. Dus ik hoop dat het bij deze video wel leuk is. Ja, zien jullie graag nog eens jullie deze zien. Ja. Volgende week begint school weer. Dus ik wil even chill. Gewoon relaxed. Vandaar dat ik even lekker op de bank ga chillen vanavond. En lekker films ga kijken. That's it eigenlijk. Ik ga even wat films zoeken. En dan spreek ik jullie straks wel. Ik heb net de settings van mijn camera veranderd. Ik weet niet of het beter is nu. Zet het hieronder als jullie het beter vinden. Ik ben nu dus nog steeds aan het zoeken naar een film. En ik Wauw. Ik ben naar de kapper geweest vandaag. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Nu zit het onderhand al helemaal niet meer. Maar mijn haar is blonder. En korter. Ik ben er super blij mee. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar dit is gewoon dus blond. En ik ben er super, super blij mee. Ja, in ieder geval, ik ga nu dus een film uitzoeken. Ik heb de film en het is Body 7 geworden. Ik heb deze film al 3 keer gezien. 1 keer bij de première, 1 keer in de buurt met mijn opa. En 1 keer in de buurt met mijn moeder, als ik het goed zeg. En ik kijk hem nu gewoon voor de 4e keer. Maar het blijft zo'n onwijs goede film. Dus ja, ik zal af en toe stukjes filmen, maar hij gaat nu beginnen. Ik weet niet, we waren in het zwembad gisteren en het was een jongen en een vrouw. Ik zweer je, man. Dit is die. Gefeliciteerd. Voor zijn uitstekende prestaties is de eerste deur de groep de master is geworden. Henny? Nu best jullie. Ze zijn niet beter, man. Wil je echt zo graag een master worden? Hé, hey, ik weet niet bij jou zitten, maar bij mij was het overal dat ik gewoon pretty fucking much the same. Crimineel, met zulke letters op mijn voorhoofd. Hier krijgen wij een kans, hè? Waarvoor ben je gepakt ook? Vechten? En wat leer je van je coach?
Het is vast wel verdedigen. Dat was het. Eerst worden we ergens voor gepakt. Vervolgens liggen we hier om die beter in te worden. Dat is raar toch? Hé, hey, waarom ga je niet gewoon lekker naar huis? Omdat het een gevangenis is. Luister, ik vreemd. Ik weet hoe gevangenissen eruit zien. En ik kan je vertellen, dit is geen gevangenis. Nou jongens, ik hoop in ieder geval voor jullie dat de nieuwe setting die ik nu heb gedaan met mijn camera goed is. Ik heb Boy 7 gekeken en ik ga nu Dansen op de Vulkaan kijken. Met in de hoofdrol een nieuwste kooi. Ik heb de film zelf nog niet gezien. Ik ben heel benieuwd. Hij gaat nu beginnen. Nou jongens, ik gebruik mijn zaklamp eventjes voor mobiel als licht. Dans op de Vulkaan is nu ook afgelopen. Mooie film, vond ik het serieus wel heel mooi. Niels die speelde het ook ontzettend goed, ontzettend overtuigend, heel mooi. Mijn ouders komen over anderhalf uur als goed is thuis. De rest is een bal op de WV. En ja, in ieder geval als jullie deze super korte vlog leuk vonden, geef deze video een blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie heel erg snel weer. Jullie weten natuurlijk al, voordat ik de vlog afsluit, dat ik heb gezegd dat ik volgende week en de komende weken niet meer zo veel ga vloggen. En als ik dat doe, dan worden het waarschijnlijk wel korte vlogs. Maar het komt ook weer naar school moet. Dus ja, ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Geef jullie blauw duimpje omhoog. Ik zie jullie heel erg snel weer. Doei doei!